Goedendag, dames en heren. Welkom terug bij ARK Survival Evolved. Oh yeah! Eindelijk ben ik langer dan 2 minuten online. De update is er geweest en er is alweer een update geweest. Voornamelijk van Extinction Core, niet van ARK zelf, maar van Extinction Core. Waar ik natuurlijk wel heel erg super blij mee ben, dacht ik. Ik dacht dat ik er super blij mee zou zijn. Dus, ik logde in. Was vandaag eerder al. Ik logde in. En ik heb gemaakt 15 Alpha Cardo zadels. Geen idee waarom 15. Ik was er maar 14 nodig. Maar ze hebben allemaal een Cardo zadel. Allemaal een Alpha Cardo zadel met 719,2 armor volgens mij. Alleen Korea die heeft eentje met 1008,4 armor. Die had ze toevallig al op. En ik zat op Korea en ik denk, wauw, Korea is van onze eerste breed. Ik denk, wauw, haar HP is wel veel lager als die van onze nieuwe breeds. Toen ik ze aan het oplevelen was, ging ik wat levels toepassen. Oh mijn god, het is hier wel een beetje een kabaal. Maar jullie zagen het, daar staan 27.000 HP. Ik denk, dat kan niet... 33.000, dat kan gewoon niet goed zijn, dacht ik. Dus ik heb de patch notes eens even gelezen. En dat was wel de bedoeling. Ik snap gewoon niet waarom, dames en heren. Ik snap gewoon niet waarom. Maar alle alfa's. En niet alleens. Eens alleen de alfa's. Maar heel en heel erg veel dino's hebben nou verschrikkelijk veel minder hitpoints. Als we hier kijken naar sinaasappel. Ik heb nooit zo heel goed gekeken. Maar volgens mij had sinaasappel iets van 360.000. Het is niet zo'n super change. Maar hier, Frank, no hacks. Die had 800.000 HP en nou nog maar 550. Oh mijn god, wat gebeurt er? Ark, wat doe je mee aan? Taxi heeft overigens nog steeds dezelfde statistieken. Anders was mij dat gisteren wel opgevallen. Hij doet wel meer damage. Maar hij heeft nog steeds 1 miljoen aan HP. Dus dat is nice. Dat is super nice. Alleen hem op aggressive, op turret mode. Dat is geen aanrader. Dames en heren, vanmorgen moest ik mijn dino's ophalen. Daar ongeveer weg. Daar stonden dino's van mij. Omdat hij... Wow. Ik zag in een flits mijzelf terwijl... Nou ja, nevermind. Terwijl, omdat hij besloot om daar iets aan te vallen. Want nadat de server restart ging hij uit zijn turret mode. En liep hij dus los rond op aggressive. Gingen alle dino's. Alle andere dino's die op aggressive attack my target of neutral stonden. Die volgen hem. En dat heeft er vast mee te maken dat hij een boss character is. Daardoor volgen de andere dino's hem vast vele malen sneller. Hier nog hele goede voorbeelden van de HP's die lager zijn. Zijn natuurlijk Fred en George. Hier hebben wij Fred. Hij heeft nog maar 61.000 HP. Dat meen je niet. En is dit dan weer Fred? Nee, dit is George. Dit is George. Oké. Maar George was onze tank met 122.000 HP. Hij heeft nu nog maar 70.000 hitpoints. Dit houdt wel in dat zadels nog veel belangrijker gaan worden. Maar ook was er bij de patch notes duidelijk zichtbaar dat Taxi, oftewel de primordial beings, die krijgen nou minder damage. Aangezien je ze geen zadel op kan doen. Dus als het goed is hebben ze een damage reduction een beetje vergelijkbaar met dat van een Ankylo. Een Ankylo die krijgt altijd al wat minder damage. En omdat hij wat minder damage ontvangt, dan is die denk ik een stukje beter te gebruiken. Ik had wel niks op hem tegen. Ik was natuurlijk al geweldig groot fan van hem. Vooral omdat hij zo insane gaaf te besturen is en zo verschrikkelijk veel. Wow, nee. Nee. Oké, wauw. Dames en heren, ik ben echt al vaak gecrashed vandaag. Ik wil niet nog een keer crashen. Rhino, attack mij. Ah, damn it. Rhino is dood. Ik denk om dat te testen dat we op zoek moeten naar een Saiyan. Dat denk ik. Wat was nou mijn dikke kanon? C is mijn dikke kanon. Nice. Ik ga denk ik even naar boven, dames en heren. En dan gaan we eens heel even kijken. Want er zijn natuurlijk nog meer nieuwe dingen in de update. En ik heb iets gelezen over een eenhoorn. Maar ik heb ook alweer gelezen dat de eenhoorn zeer waarschijnlijk weer niet spawnt op de center. Oh, ark. Maar
Sowieso zouden nu de Iguanodons, die zouden er wel in moeten zitten. Dat is een nieuwe dino in Ark, waar ik nog nooit mee heb gespeeld. Dus die zou ik heel graag zien. Ik moet even opzoeken waar of dat zij spawnen, maar... dat gaan we wel redden. Ik hoop in ieder geval dat ze werken op de center map. Ik heb nog geen idee. Wel weet ik dat de server een tijdje niet bereikbaar is geweest. Dus ik heb ook van de andere spelers nog niks gehoord. Ik ga eens even kijken of ik een Scion kan vinden om te kijken of deze taxi daadwerkelijk damage reduction heeft. En ook was er in de patch notes iets van gefixte textures op de Prime Tech Gear. No idea welke textures er anders zouden moeten zijn. Op mijn gun? Dat is niet mijn gun. Mijn gun? Nope. Maakt mij ook niet zoveel uit. Maakt me niet zoveel uit, maar dat stond ook nog in de patch notes. En verder, ik had wat meer nieuwe dino's verwacht. Ik had wat meer nieuwe dino's beloofd. Die zijn er helaas niet gekomen. Wel is er nog de mogelijkheid gekomen voor ons om de Prime Scuba Gear en de Prime Desert Gear te unlocken. En jullie weten dat ik groot fan ben van de Prime Desert Gear. Dus we moeten ook weer Chieftains killen. Ik weet alleen niet meer welke, dus dat ga ik nog heel even weer opzoeken. Dames en heren, ik ben zo weer terug bij jullie. Oh yeah, dames en heren, ik heb de eerste deity gevonden. Laten we eens heel even kijken. Hoeveel damage doet onze gun? No, oké, had ik al wel verwacht. Had ik al wel een klein beetje verwacht, maar hoeveel damage krijgen wij van die deity? Oh nee, gewoon nog steeds 950 damage. Dat was 1000, dus oh my. Oh, dit was ook een Saiyan. Dit was natuurlijk geen deity. Maar we kregen wel gewoon 50 element. Ik heb mijn inventory nog niet weer opgeruimd. Dus ik heb geen idee hoeveel element of dat wij erin hadden zitten. En waarschijnlijk zijn we de element al voorbij gescrolld. Nee, niet. Oh, yes. 50 element per Saiyan. Dat teken ik voor. Dat teken ik elk moment voor. Boom, boom, boom. Oh, yes. De nieuwe Mounted Rock Cannon is gewoon Pew Pew Cannon is gewoon insane gaaf. En natuurlijk onze normale Pew Pew, die hebben we ook nog steeds. En de damage daarvan is ook oké. Tegen vanille dino's. Maar oh yeah, de spin van de Megapithecus en de Boquitos, die zijn gewoon zo verschrikkelijk ideaal. Vooral als je zo in de rondlopen bent en dan loop je weer iets voor de voeten. Je spint één keer en alles is dood. Super nice, overleefd. Oh, die rockkolen die overleeft één hit. Wat staat hier nou weer voor me? Berlovia. Let's go, rockkolen. Daar was je. Daar ging je. Oh. Oké, wauw. Dat waren veel hits. Heel erg veel hits van die tribe dudes. Ik ga nog heel even kijken, want ik heb nog heel even gespeakt. En de Black Tribe Dude, nee sterker nog, ik heb het nog ergens openstaan hierboven. Ik hoop dat ik het nu heel snel kan vinden. De Riot Chieftain now unlocks Prime Scuba Armor. En de Flag Chieftain now unlocks Prime Desert Armor. Dat houdt in dat als we op Lava Island de Black Tribe Chieftain gaan killen, dat we dan Prime Scuba Armor kunnen unlocken. En dat wij dus ook Prime Desert zouden kunnen unlocken. Maar volgens mij de Flag Chieftain is de orange. En die spawnt voornamelijk op de center. Die is daar niet heel erg vaak. Wel ga ik er heel even naar zoeken. Want dat lijkt me natuurlijk super gaaf om te kunnen unlocken. Super gaaf, dames en heren. In ieder geval... Oké, gelukkig. Die was low level. Hebben we jou al? Yep, deze Chieftain hebben we al dubbel op. Die zijn we niet meer nodig. Let's go. We maken alles af zodat er weer nieuwe in kan spawnen. Misschien weer wat nieuws. Weer wat interessants in kan spawnen. Spawnen. Nu voor eerst. Dames en heren. Ben ik zo weer terug bij jullie. Oh mijn god. Dames en heren. Ik loop hier. Gewoon. Alles proberen te killen. En dan kom ik hier in één keer tegen. Een deity. Een fire deity. Oh, wauw. En waarom blijf ik starving? Waarom kan ik niet eten? Ik kan niks. Oh, wauw. We moeten hier heel gauw weg zijn. Oh, mijn god. Wauw. Daar was Taxi al half dood. Ik merk nog niet heel veel van die damage increase. Die damage reduction die of de Taxi krijgt. Vanwege het feit dat hij geen armor heeft. Daarnaast. Ik kan geen spyglass gebruiken als ik hem rij. Ik kan niet eten als ik op hem rij.
Ik weet het niet helemaal. Wel weet ik dat we hier heel en heel gauw weg moeten met Taxi 2.5. Hij ziet er veel cooler uit, maar hij is niet opgewassen tegen een Deer Fire. Ik zou ook niet heel goed weten welke van mijn dino's daar nu nog tegen opgewassen zou kunnen zijn. Ik denk helemaal niet eens dat wij dat überhaupt nog zouden kunnen redden met één dino. We zouden dat nog kunnen gaan proberen. Maar ik ga er eerst heel en heel erg snel vandoor, dames en heren. Ik weet ook niet waarom of dat hij mij zo lang wil blijven volgen. Dus ik hoop dat dit werkt. Oh nee! Dames en heren, wij zijn er zo weer. Dames en heren, ik had meegenomen Frank No Hacks. Maar, die? Volgens mij is hij door de grond geklitst. Ik weet het niet helemaal. Taxi leeft nog. Hij leeft nog. Whistle, passive. Oh yeah, Frank No Hacks is er ook. Ik denk dat hij gewoon nog heel even in moest laden. Oh mijn god, Taxi, kom hier. Taxi 2.5, kom hier. Oh mijn god, oh wauw, ik was zo bang dat ik hem nou alweer was verloren, dames en heren. Ik was zo bang dat we hem alweer waren verloren. Oh, hele hoge hartslag. Ik heb Frank No Hacks hier klaarstaan en Oké, misschien niet het beste idee. Misschien niet het beste idee als ik dan doodga, dan... Oh crap, laat mij Frank gewoon mounten, oké? Mag ik Frank gewoon mounten? Ik weet het, ik ben too heavy met... Oh, Taxi 2.0 op mijn rug. Oh, crap. Het is toch nacht, dames en heren. Ik moet heel even wachten totdat de nacht weer voorbij is. En dan, Oh, er is niet meer hem eraf gooien. Oh, wauw. Oh, wauw, dat is cool. Oh, unfollow. Unfollow. Oké, nice. Ik ga even wachten op de dag, dames en heren. En dan zijn wij er zo weer. Dames en heren. En Frank No Hacks, die heeft geen super goed zadel. Maar 270 armor is meer dan nul. Ik wil eens heel even kijken, want vroeger konden wij deities makkelijk verslaan met onze bosses. Maar zoals jullie net al zagen, als Taxi 2.5 het alleen had geprobeerd, had hij het heel en heel erg dik verloren. Ik kan jullie wel vertellen, de 14 tot 15 miljoen die wij deden op de deities, dat is voorbij. Dat is absoluut voorbij. En om eerlijk te zijn, als ik kijk naar de damage die op de Frank No Hacks nu al ontvangt... Nope. Wij zijn nog voor een kwart dood. Hij nog maar voor 10%. Ik probeer weg te rennen, maar zijn minions die vreten mij op. Oh, wauw. Oké, Frank zit helemaal vast. Welke minions zit ik vast op? Dat was de laatste minion? Nee, er staan daar nog meer minions. Oh, wauw. Oh, wauw. Ik denk dat dit niet meer te doen is met één boss, dames en heren. Ik denk echt dat dit niet meer te doen is met één boss. Hij heeft toch weer meer minions ingezoomd. Oh mijn god. Zelfs Frank No Hacks met zijn 500.000 hitpoints. En zijn amazing damage. Hij heet niet voor niks Frank No Hacks. Ongelooflijk. Het is dus niet meer mogelijk om in je eentje een deity fight te doen. En in de patch notes staat nog wel dat die deities aangepast zijn voor de lagere difficulties. Zodat ze daar te doen zijn. Ik weet het niet. Ik zie het niet. Oh mijn god, dames en heren. Ik wil zo graag deity killer zijn. Alleen we gaan het dus niet rennen met deze boss. Ik zou me ook niet goed kunnen bedenken waar wij dan wel mee zouden kunnen rennen. Er komen nu nog minions van de deity. Die komen achter ons aan. Oh, wauw. We zouden natuurlijk even onze Mechapithecus kunnen pakken. Die zo insane veel armor heeft. En ik weet het, er was een Alpha Dodo Rexy. Die had ik het level moeten checken. Maar kijk eens even hoeveel minions er achter mij aankomen. Oh, wauw. We staan alweer vast. We staan alweer vast op de minions hier. Oh, wauw. Gewoon wegwezen. Oh, mijn god. Wat is die deity ongelooflijk sterk geworden. Meestal hou ik van de Extinction Core updates, maar als dit inhoudt dat ik mijn eentje geen deities meer kan verslaan. Oh mijn god, hoe moeten we dat nog verder gaan doen? Frank No Hacks heb ik volgens mij de pick-up nog niet op ingesteld, anders hadden we al lang veel makkelijker kunnen vluchten. Frank No Hacks die houdt ook niet van full damage, dus die laten we maar hier rustig ervan afgaan. Ook is die niet een hele goede zwemmer, toch ga ik via het water proberen te vluchten. Oh wauw. Ik weet niet hoe we dat moeten doen.
Ik weet niet hoe we het moeten doen. Ik zou natuurlijk nog de Mechapithecus kunnen proberen, want daarop hebben we bijna 1000 armor. Dat is 4 keer zoveel armor als de Frank Noex heeft. Maar dan betwijfel ik het of die ooit genoeg damage heeft. Want die heeft maar 20.000 damage normally. Dus dat is zo inhouden. Wat heeft Frank? 33.000. En hij deed 3,3 miljoen op die deity. Oh wow. Oh wow. Dan doen we maar 2 miljoen damage op de deity. Frank, heb jij de pick-up? Nope. Remote juice! Eerst even riden. Eerst even die somdodo. Die somdodo's. Die somdodo's. Oh wow. Dames en heren, ik ga heel even erover nadenken wat we daarbij gaan doen. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Daar zijn we weer. Dames en heren, en hier zijn we met China's Apel. Oh yeah. Hier op het zadel hebben wij gewoon 987,9 armor. Dus, als wij het hier niet meer redden, redden we het helemaal niet. Oh, en ik heb vriendjes bij mij. Yes, yes, yes. Ik heb besloten om Frank Nohex, Kong, King of the Island, Skullbreaker, Not Perfect Tame, Harry 2.0 mee te nemen. En ik heb zelfs mijn Kuropaka bij mij. Hier gaan we, dames en heren. Als we het hier niet mee redden, dan redden we het helemaal niet. Deity Combat Impossible. Ik moet heel eerlijk zeggen, volgens mij is de Deity Combat daadwerkelijk impossible. Maar we gaan ervoor, dames en heren. Ik kan helaas niet verder uitzoomen. En volgens mij kan ik in K-modus zijn health bar niet zien. En ik sta ook hartstikke vast, dus ik kan helemaal niet bewegen. Ik heb geen idee hoe mijn dino's er vanaf brengen. Ik weet wel, er gaat veel damage heen en weer. Ik ontvang veel damage, maar volgens mij ontvangen al mijn dino's dezelfde damage. En om heel eerlijk te zijn, dit ziet er niet goed uit, dames en heren. Dit ziet er niet goed uit. Oh mijn god. We hebben een hem ongeveer voor 15% dood. Voor maar 15% dood. En ik zie al zoveel blood op mijn bosses. Mijn bosses, alle bosses hier. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit gaan we nooit redden. Oh nee. Oh wauw. Wauw, wauw. Hier zien jullie het. Hier zien jullie het. Dames en heren, Frank Noex die gaat het ook niet meer redden. Zelfs Frank Noex die gaat naar de maan. Ongelooflijk. Dit kun je je toch niet voorstellen. Eerst voor de update konden ze per stuk allemaal. Allemaal per stuk met gemak een deity aan. Na de update, oh mijn god, kunnen ze zelfs met z'n vieren niet meer een deity aan. Ik zou niet weten hoe of dat wij die deity zouden moeten kunnen verslaan. Onze Prime, die heeft er geen schijn van kans tegen. Onze Primordials, die hebben geen schijn van kans. Onze, is die nog steeds beefed? Anders ga ik nog even zadels halen. Is die weer rustig? Crap. Als het goed is, zijn ze altijd neutral. Als het goed is. Oh, wauw, 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 dames en heren. Ik geef voornamelijk veel om de zadels en de rest. Oh, wauw, hier zit ook nog zadels in. Jullie snappen wel dat ik natuurlijk een klein beetje verdrietig ben. En ik weet het. Het was mijn eigen keus om erin te gaan met 4 bosses. Ik vind die bosses, om heel eerlijk te zijn, nog geen wereldramp, dames en heren. En dat heeft voornamelijk met het feit... Kuropeko, wees nou een beetje stil. Heeft voornamelijk met het feit te maken dat wij ze toch eigenlijk... Wow, wow! Weg hier, weg hier! Kan ik weer niet weg? Oké, ik ben weg. Oh, wauw! Ik ben meteen heel hoog gegaan. Maar vooral met het feit te maken, ik gebruikte die bosses toch eigenlijk niet, dames en heren. Dus ik vind die bosses nog geen probleem. Wel vind ik het een heel erg probleem dat een heel erg belangrijk element... Wow, een heel erg belangrijk element van deze modpack is het verslaan van de deities. En zijn ze nou nog steeds piefd op mij? Jup, ze zijn nog steeds piefd op mij. Let's go. Deity Combat Impossible. Dat is nou wel heel duidelijk gewonnen, ja, absoluut. Maar een heel
Wow. Ik wil die deity niet hitten. En als ik die deity hit, dan begint het gevecht weer opnieuw. Maar een heel belangrijk deel van deze modpack is het verslaan van die stomme deities. En op het moment dat dat niet meer mogelijk... Nee, Mekuropeko. Oh crap. Nou, laten we hopen dat ze Mekuropeko niet aanvallen. Laten we die minions even killen. Ik ga even kijken hoeveel loot ik nog uit die tasjes kan halen. En dan gaan we wat anders doen, dames en heren. Want deity combat? Impossible. Als iemand het van jullie lukt na de update om die deity te verslaan, dan hoor ik maar al en al te graag hoe of dat je dat hebt gedaan. Want jullie hebben het hier gezien, first hand. Deity combat impossible is deity combat impossible. Ik kan mij ook echt niet bedenken. Als ik met deze 4 bosses het niet haal, zal ik dan ook met 15 bosses moeten komen om überhaupt een deity te kunnen verslaan? Hebben we deze al? Not Perfect Harry 2.0. Ja, volgens mij hadden we hier de loot al wel uit. Oh, die artefact heb ik dus al in mijn inventory. Zij dragen allemaal hetzelfde artefact bij hun. Ik ben zo weer terug bij jullie. Daar zijn we weer, dames en heren. En ik vind nog steeds niet wat er veranderd moet zijn aan mijn pak. Maar volgens mij laden de textures gewoon wat sneller. En is er verder niet zoveel veranderd. Naast de update, die dus onze alfa zwakker heeft gemaakt. Al onze getemde dino's zwakker heeft gemaakt. En vervolgens de deities sterker heeft gemaakt. Is ook eindelijk de Iguanodon bij ons op de server. Eén klein probleempje. Ik dacht, ik pak even de kibbel. Oh my, de Iguanodon gebruikt Microraptor kibbel. Dus ik zal ook nog weer wat Microraptors moeten gaan temmen. Nou is dat gelukkig geen super groot probleem. In ieder geval wil ik hier de gewone Iguanodon. Dit is maar een meal, level 45. Maar ik wil hem uitchecken, ik wil hem proberen. Ik heb daar gewoon nog helemaal niet mee mogen gamen. Nog helemaal niks mee mogen doen, want ze waren er nog niet. Oh yeah, hier hebben wij hem getemd. Laten we eens heel even kijken. Hij is nou level 67. Laten we even statistieken kijken. 700 AP, 360 stamina, 345 oxygen, 3000 food, oké. 435 weight, crap, ik weet niet eens of hij mij wel kan dragen. En 279,5% aan melee damage. Ik had het zadel al even gemaakt. Het zadel is overigens echt heel en heel erg goedkoop. Maar we hebben hem, een Iguanodon. Wat doen wij? Oh, left mouse click is dus bestjes farmen. Redelijk effectief. En volgens mij, als wij right mouse click doen, dus de rechte muisknop, dan gaan wij op 4 poten. Dan worden wij sneller. Dan kunnen we jumpen. En gebruiken wij amper stamina. Als je het mij vraagt, is dit een beetje een upgraded parasaur. Een parasaur die wel nuttig is om te gebruiken. Want hij kan ook insane damage doen. En hoe doet hij die damage? Met de duimpje omhoog. Oh yeah, kunnen we dat laten zien? Kunnen we dat laten zien? En of wij dat kunnen laten zien? Oh yes! Super gaaf! Boom! Yeah! Duimpje omhoog, dames en heren. Hebben we nog andere moves? Oké, C is een roar, X is niks. En dit is geen extinction core, dus de Q en de O en de R doen ook allemaal niks. Geen probleem, dames en heren, want ik vind het zo al wel een hele vette dino. En vooral early game, als je deze dino dan toch hebt. Hij kan dus snel lopen. En eigenlijk, zijn weight lijkt wel heel laag. Maar hou er rekening mee, dit is modded. Daarvoor lijkt zijn weight zo laag. In vanilla, als je hier een eentje van tempt in vanilla arc. En hij is super snel. Hij kan veel weight verplaatsen. Hij kan zichzelf staande houden. En je kunt snel vluchten. Oh, een baby dino. En je kunt snel vluchten met zijn vierpoterige loopstijl. En zoals jullie zien loopt hij nou ook echt op 4 poten. Dan rent hij veel sneller. En hier is nog een Kuropeko. Jullie gaven in de reacties. Ik heb alle reacties even gauw doorgescand. Ik heb ze niet beantwoord, nog niet gelezen. Maar jullie gaven nogal wat waarschuwing voor de Kuropeko. Ook zeiden jullie dat je hem uitspreekt als Kuropecho. Maar ik denk dat dat een Nederlandse manier van het uitspreken is. Want er staat toch echt daadwerkelijk Kuropeko. Dus ik weet niet waar jullie die uitspraak weg hebben. Maar Kuropecho, dat, ik weet het niet. Lijkt me niet helemaal. Ik zal me daar nog even wat meer in moeten verdiepen. Als dat vanuit de Monster Arc komt, dan spreek ik hem gewoon als Kuropecho. Als Kuropecho wegkomt bij een andere YouTuber, dan denk ik dat die het net zo goed weet als ik. Oftewel, niet goed. Oh, hier hebben we nog een Iguanodon.
Oh ja, overigens, Iguanodon is dus prime micro-raptor kibbel of veggies, dames en heren. Wat ben jij? Ben je een vrouwtje? Oh, je bent ook een mannetje. Kunnen we jou passief temen? Stond daar nou echt dat we jou mogen passief temen? Dit is waarschijnlijk... Oh. Oké, niet met veggies dus. Ik wil hier een lege van. Ook deze leggen eitjes. Die eitjes zullen binnenkort ook weer gebruikt worden. Nou weet ik het. Dit zijn mannetjes. Die leggen geen eitjes. I know. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. We temmen deze er ook meteen even bij. Ik vind dat wel gaaf. Deze is een keer zo hoog level. Dus die is vast iets beter dan degene die we nou hebben. Misschien vind ik nog wel gauw even een vrouwtje. Een alfa zouden we dus misschien ook kunnen vinden. Er is een alfa variant van. Maar dan moeten we eerst Prime Micro Raptors temmen. Heel veel Prime Micro Raptors temmen. Ben jij heel van mij? Nope. Oh, Iguanodon! Wij moeten Taxi nog ophalen. Taxi staat daar nog in de jungle. Oh yeah! Oké, hier een level 134. Wauw, dat is al een hele verbetering in statistieken. 1500 HP, 540 stamina, 555 weight en 349,0% melee damage. Super, super nice. Ik denk dat ik hier nog even wat vrouwtjes van opzoek. En die ook gewoon ergens neerzet in de egg farm of zoiets. Want de kibble table die update niet zo heel erg goed. Nee, helaas niet. Dus we moeten gewoon nog weer, net zoals van oudsher, net zoals die vanilla ark, een gewone kibble farm maken. Dan zien we nou wel weer de prime micro raptor kibble. Komt weer niet in onze kibble table. Oh nee. Dus dan gaan we ook moeten temmen. Oh yes, dames en heren. En wat was dat deity gevecht. Wat was dat zwaar. Wat is dat vervelend en wat is dat moeilijk. Helemaal vanwege het feit dat ik mij niet kan bedenken hoe of dat wij hier op de server nou überhaupt die deity nog moeten gaan verslaan. Ik denk dat als we met 10 primordials heen zouden gaan, we misschien een kleine kans maken. Maar dan is de kans ook groot dat wij alle 10 de primordials gaan verliezen. Oh mijn god! Dames en heren, maar wel is het zo dat de tijd voor deze aflevering, die is weer op. En dat komt vooral door het deity gevecht. Wij zijn meer bossen nodig. We gaan meer bossen stemmen. En ik baal best van dat de alfas genervd zijn. Want, oh wauw, ik was er bijna klaar voor om wraak te gaan nemen. Op de Broodmother Listrix Hard Mode. Maar nou weet ik niet of onze 14 alfa carnus genoeg gaan zijn. Dat gaan we zien, dames en heren. Tussen de aflevering door ga ik die even proberen op te levelen. Voor nu. Van nu, dames en heren. Ik wil jullie in ieder geval super bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En natuurlijk, volgende aflevering gaan wij onze gevallen broeders van deze aflevering begraven. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken. En als je het leuk hebt gevonden, geef een duimpje omhoog. Als je meer wil zien, abonneer even. Tot de volgende keer. Appetje ho.